het feit dat we nu zulke stevige maatregelen moeten nemen, die ook weer heel veel pijn doen. Ja, dat had toch niet of een hele andere mate noodzakelijk geweest als iedereen zich had laten vaccineren. Nou, dat is een duidelijke boodschap, Fleur Agema. Vindt u dat terecht? Nou ja, de hele Tweede Kamer heeft natuurlijk gezegd dat vaccinatie altijd vrijwillig moet zijn. En wat ik Hugo de Jonge vooral zie doen, is de aandacht afleiden van zijn eigen niet regeren. Hij leidt de aandacht af naar de niet gevaccineerden, maar hij is niet begonnen met die booster op tijd. Hij is niet gaan investeren in de zorg. Hij heeft geen geld gereserveerd voor inhaalzorg. De ziekenhuizen krijgen de volgend jaar een volumegroeibeperking van 0%. Maar hij zegt, die problemen die je aanhaalt, en dat begrijp ik, die zouden er voor een groot deel niet zijn als meer mensen zich hadden laten vaccineren. Dan zouden die IC's veel minder vol liggen. Dat is toch een onmiskenbaar feit? Zeker, maar wat ik daarbij ook heel zorgelijk vind, is dat de helft van de mensen die in het ziekenhuis ligt wel volledig gevaccineerd is. En zij hebben zich veilig gedaan. Maar de kans van de ongevaccineerde om er te komen is zij veel groter dan van de gevaccineerde. Maar 50-50 is het nu in het ziekenhuis. En hij heeft de mensen wel het idee meegegeven. Hij heeft 70%. Ik ben een grote vriend van Hugo de Jonge. Maar het is de flauwekul om Hugo de Jonge hiervan de schuld te geven. Het probleem waar wij in Nederland mee zitten is dat iets meer dan 10% van de bevolking, namelijk de niet gevaccineerde, verantwoordelijk is voor 70% van de IC-patiënten. Ja. En de helft, terwijl het toch maar iets meer dan 10% van de bevolking is, en de helft van de normale COVID-patiënt in het ziekenhuis. We hebben deze hele toestand hebben wij te danken aan de niet-gevaccineerden. Nou, wat ook de redenen voor de niet-vaccinering mogen zijn. Maar dat is de primaire oorzaak van dit probleem. Nou ja, dat ben ik niet met u eens, meneer Vorossum. Kijk, als die derde prik waar u zo op zit te wachten, als die tegelijkertijd gezet was met de griepprik, dan had de situatie op dit moment heel anders geweest. Nee, die was niet wezenlijk anders geweest. Ik heb het iedere keer door mij heen geschreeuwd. Laten de deskundigen dit ook nog even zeggen. Ik denk dat ik meer aan uw kant sta dan u denkt, meneer Vorossum. Dat geldt voor heel veel mensen, maar dat is op dit moment niet. En u kunt iedere keer door mij heen schreeuwen. Maar geloof me, ik sta meer aan uw kant dan u denkt. We gaan nog even naar Joost.